Goedendag, dames en heren. Van harte welkom in dit virtuele pand. Mijn naam is de heer Koolzaad en ik ben uw mental coach van de aankomende, wat zal het zijn, 10, 15 minuten. Ik ga paragraaf 1.1 van pagina 10 aan je uitleggen. Ik doe dit in één opname, dus ik zal een keertje kuchen, een keertje smakken, weet ik veel maar niet meer. Er zullen mensen binnenlopen, de bel zal gaan, maar de boete is allemaal niet. We gaan gewoon door. Daar gaan we. Paragraaf 1.1, pagina 10. We hebben het over het kenmerk levenswijze van jager-verzamelaars. Nou, levenswijze, dat volgt uit de wil om niet dood te gaan, gekoppeld aan de omstandigheden. Wat bedoelen we daarmee? Een Eskimo, die wil niet doodgaan, kijkt om zich heen, ziet alleen maar sneeuw en ijs en bouwt een iglo, zodat hij het warm heeft. En daarna gaat hij vrolijk zeehondjes neerknuppelen, omdat hij daar een jasje van kan maken. Maar iemand in Papua-Nieuw-Guinea kijkt om zich heen, ziet alleen maar de jungle en denkt bij zichzelf, hoe ga ik me hier aan aanpassen? Dus die maakt een blaaspijp om daarmee op Duitse toeristen te jagen, om daarna lekker de schedeltjes leeg te eten. Op die manier past hij zich aan de leefomgeving van waarin hij staat. Dus levenswijze volgt uit de wil om niet dood te gaan, gekoppeld aan de omstandigheden. De mens past zich aan. En de mens waar wij het over gaan hebben is een jager-verzamelaar. Wat gaan we nog meer tegenkomen in deze paragraaf? We gaan dingen te weten komen over religie uit deze tijd, uit deze periode. We gaan het hebben over regels. En we gaan het hebben ook nog over grotschilderingen. Iedere dia die ik met je doorneem, daar zitten plaatjes bij. En het plaatje heeft altijd iets te maken met de tekst. Een goede manier om van deze presentatie te leren is door bijvoorbeeld, nadat je het keertje hebt geluisterd en dat je de paragraaf thuis hebt gelezen, dan ga je nog een keertje dit filmpje afdraaien, alleen je doet het geluidloos en dan ga je jezelf afvragen waarvoor heeft meneer Koolzaad deze afbeelding hierbij gezet. Nou, in dit geval is het een sjamaan, een soort van wonderdokter uit die tijd, die waarschijnlijk apenstoont rond een zieke ging bouncen, in de hoop dat daardoor de vratjes bij de patiënt weggingen. Ze dachten dat zo'n persoon, in dit geval heeft hij zich aangekleed in het lichaam van een hert of van een eland, de god die hij op dat moment bezit van hem had genomen, dat hij dan de vratjes weg zou toveren. Zoiets. Oké, we gaan de paragraaf in. Hoe zag de samenleving van de jager-verzamelaars eruit? Nou, het samenleven in die tijd ging natuurlijk compleet anders dan de manier waarop wij momenteel samenleven. Allereerst is de groep van de jager-verzamelaars is klein. Een groep bestaat uit zo'n 10 tot 50 individuen. Dat is ook logisch, want stel dat die groep uit 250 mensen zou bestaan, die zouden moeten leven van jagen en verzamelen. Ja, voor 250 mensen is het bos gewoon te klein. De mens kan door het bos, laten we zeggen, zo'n 10 kilometer op een dag lopen en weer terug misschien. Dat lijkt me nog veel. Maar ondertussen moet je dus wel besjes daaruit verzamelen, hertjes jagen en plantjes plukken. En dan heb je gewoon voor 250 mensen heb je gewoon te weinig voedsel in dat gebied. Dus die groep is relatief klein. Twee, de groep is relatief jong. Want er zijn geen medicijnen, er is een tekort aan vitamine C. De aardappel is er nog niet, hè? Die komt uit Amerika. Dus de aardappel is er bijvoorbeeld nog niet. We hebben een tekort aan vitamine C. Nou, er zijn allerlei ziektes die rondgaan. Daarnaast word je nog een keertje door een mammoet in elkaar getrapt of door een sabeltandtijger opgefroten, als die in die tijd leefde, dat weet ik niet eens. Maar goed, het zorgt er allemaal voor dat de groep relatief jong is. Hè. Ook kan een bejaarde kan natuurlijk moeilijk met zijn looprek door de jungle heen struinen. Dat gaat niet, die bejaarde, dat sterft allemaal relatief jong. Daarnaast is natuurlijk de kindersterfte vrij hoog wederom. Er zijn geen medicijnen, dus de kindersterfte is hoog. Dat zorgt er ook voor dat de groep relatief jong is. Mobiel.
Men trok mee met het voedsel, heel eenvoudig. Als de bisons naar het zuiden trokken, of de wisens, dat is geloof ik de Europese variant. Als de beesten naar het zuiden toe trokken, dan gingen de jagerverzamelaars mee. Want ja, anders kun je nergens op jagen. Als de winter komt en er dus heel veel weinig planten zijn die vruchten met zich meebrengen, dan zul je toch naar het zuiden moeten gaan waar het warmer is, waar toch die besjes zijn. Echter smelt de sneeuw en komt er ook weer. En het wild trekt weer naar het noorden toe. Dan ga je weer met het wild mee. Nou, meetrekken met het voedsel. Men is natuurlijk afhankelijk van de seizoenen en het klimaat. Een koud klimaat levert weinig mensen op. Een warmer klimaat levert relatief meer mensen op die leven van jagen verzamelen. En van de seizoenen heb ik net uitgelegd. Men heeft dus een nomadisch bestaan. Men is mobiel, men trekt rond. Men heeft hierin geen keus. Wil je overleven? Pas je aan de omgeving. Dus ga je meetrekken met het voedsel. Heel eenvoudig, er is geen keus. De groep is relatief geïsoleerd. Dus, als je gaat kijken naar 1 vierkante kilometer, dat was één groep zat daarin. Sterker nog, als je keek naar zo'n 30, 40 vierkante kilometer. Laten we zeggen, een cirkel met een oppervlakte van 30 vierkante kilometer, daar zat misschien maar één groep in. Stel dat er twee groepen in zouden zitten, in die straal van 30 kilometer, of in dat oppervlakte van 1 kilometer, dan concurreren ze elkaars voedsel gewoon weg. Dus men heeft weinig contact, de groep is relatief geïsoleerd, maar er moet uiteraard wel contact zijn. Want er moet getrouwd worden. Want als het niet gebeurt en de groep gaat onderling met elkaar trouwen en kinderen produceren, ja, dan krijg je vervuild DNA. En mensen in die tijd waren wel primitief, maar ze waren niet dom. Dus die hadden ook wel door, neefjes en nichtjes, et cetera. Dat moeten we allemaal niet hebben als dat met elkaar gaat trouwen. Er moet vers DNA in de groep gaan komen. En dus moet er contact zijn geweest met andere groepen. Daarnaast weten we bijna zeker dat er een taakverdeling is geweest. En dat die taakverdeling bestond uit het feit dat de mannen en de jongens die gingen jagen. En de vrouwen en de kinderen die bleven bij het kamp, bij het vuur en die verzamelden besjes, etc. Dat leverde automatisch een taakverdeling dus op. Nogmaals, mensen in die tijd waren niet dom. Ze hadden een enorme kennis van de natuur. Zo'n vliegenzwam, die ik hier aan de rechterbovenkant heb gezet, ja, die ziet er wel lekker uit, maar mensen hapten daar in die tijd niet in, want dat ding is giftig. Ze hadden een grote kennis van de natuur. Ze hadden de dieren uiteraard bestudeerd, daar moesten ze van leven, dus ze wisten wanneer die beesten naar het zuiden of naar het noorden gingen. Ze wisten welke planten giftig of medicinaal waren of eetbaar waren. En er was dus het probleem, moeilijk om aan vitamine C te komen. Dat was een probleem. Nogmaals, de aardappel was er niet. Dat is een knolgewas die uit Amerika komt. En pas in 1492 zal Columbus Amerika ontdekken. En vanaf dat moment zal steeds meer de aardappel naar Europa toe komen. En voor dat moment altijd een probleem. Hoe kom je aan je vitamine C? Daarnaast heeft men enorme kennis in die tijd van het materiaal. Men weet welk hout je moet gebruiken voor een pijl en boog. Of voor een kano of voor het maken van vuur. Hoe bewerk je een steen tot een bijl, een mes of tot een pijl? En kijk eventjes goed. Hier heb je zo'n pijlpunt. Dat is fantastisch bewerkt. Doe je even terug aan jij. Maar hier zie je ook weer een pijlpunt. En die komt uit een andere periode. Misschien wel gemaakt door een andere groep. Je ziet duidelijk een andere steensoort. En dat levert dus weer een ander pijlpuntje op. Misschien dat deze pijlpunt zelfs een ander doel had. En een grote kennis van het materiaal in de natuur. Oké, goed. Dan gaan we naar de volgende. En juist. En dan gaan we daarin. Goed. Ontwikkeling van de jagerverzamelaars. Nou, die Europese jagerverzamelaars, want daar hebben we het dus over, die leefden in het laatste ijstijdvak. Nou, moeten we even weten wat een ijstijd is? Nou, een ijstijd is een periode waarin de aarde ijskappen heeft. Dat hebben wij momenteel ook. We hebben de Zuidpool en de Noordpool. Alleen binnen zo'n ijstijdvak zijn er warmere, interglaciale periodes en koudere, glaciale periodes. En wij zitten momenteel in zo'n interglaciale periode.
Het is een warme periode binnen de ijstijd. De Europese jager-verzamelaars die zetten dus voornamelijk in het laatste glaciaal, tussen zo'n 116 voor Christus tot ongeveer 11.500 voor Christus. We kunnen dit vrij nauwkeurig dateren. De stand van de wetenschap op dit moment is dat we dat vrij nauwkeurig op zo'n 500 jaar nauwkeurig kunnen plaatsen. Dat is nogal wat. Ga je zo'n 40 jaar geleden, 50 jaar geleden, konden we dat niet. Moesten we veel meer gokken wanneer die periodes er waren. En nu kunnen we dat vrij nauwkeurig dateren. Belangrijk is dat in deze hele periode van 116 jaar voor Christus tot 11.500 voor Christus er niemand boer is. Ja, dat is nog niet bedacht, is nog niet uitgevonden hoe je agrariër moet zijn. Let wel, het kantelpunt van jager-verzamelaar naar dat we leven van landbouw en veeteelt, dat zit in de buurt van die 11.500 voor Christus. Oké, enkele feiten die het boek noemt. Allereerst, de zeespiegel lag in die tijd door de ijstijd veel lager. Nou, kijk eventjes naar de kaart van Europa, dan zie je een groot gedeelte van Europa, ook voor de helft van onze gebieden, hè, ons land hier, daar zie je dat daar permanent ijs ligt. Of in ieder geval, laten we zeggen, zo'n 6, 7 maanden per jaar. Daarna trok het ijs zich weer terug, maar bij de winter kwam het weer in ons land. Doordat dat ijs zo ontzettend groot was, dat oppervlakte van dat ijs, en er zo ontzettend veel water in dat ijs zat, was er dus een verbinding tussen Europa en Engeland. Je kon van Europa naar Engeland gewoon lopen. Er waren bossen, et cetera. Pas op het moment dat er een warmere periode gaat komen, pas op dat moment gaat dat ijswater gaat smelten, stijgt de zeespiegel en is dus deze doorgang van de Noordzee, het nauw van Calais, et cetera, is daar gekomen. Doe terug jij. Dacht ik. De meeste jager-verzamelaars die woonden in het zuiden van Europa. Daar is het uiteraard warmer, dus is daar meer voedsel te vinden. Dus zien we in die periode dat daar steeds meer, dat daar de meeste mensen wonen. En opvallend is dat er zo rond 30.000 voor Christus er opvallend veel Venusbeeldjes worden gevonden. En die worden eigenlijk in dit hele gebied hier gevonden. In het hele gebied. Je ziet wederom overigens op de kaart dat je dus naar Engeland kunt lopen. Maar in dit hele gebied vinden we dat soort beeldjes. Kijken we even weer naar die beeldjes, dan zien we dus dit soort zaken. Venusbeeldjes noemen ze we. Een beetje een rare naam, want Venus, de godin uit de klassieke oudheid, die is er dan nog helemaal niet. Maar Venus stond voor de vruchtbaarheid. En dan zie je dus dit soort beeldjes. Vrouwfiguren met zeer geprononceerde lichamelijke kenmerken. En we gaan ervan uit dat deze beeldjes een rol hebben gespeeld in de religie. In de religie van die tijd. Nou hoop ik dat ik terug kan. Dit is toch even lastig. Prezen is niet handig zoals het momenteel gebeurt. Laat ik maar even zo doen. Oké. Aan het eind van deze periode concurreren twee mensensoorten met elkaar. Aan die periode dus van 116.000 voor Christus tot en met 11.500. We zien dan aan het eind van deze periode er twee mensensoorten met elkaar concurreren. De ene mensensoort is de Neandertaler. En de tweede is de Homo sapiens sapiens. En dat zijn wij. Dus naast ons heeft er een andere groep geleefd. En hier zie je een schedel. Deze is van een Neandertaler en deze is van de huidige mens. Nummer 1 is dus uitgestorven. Hij is waarschijnlijk weggeconcurreerd. Omdat nummertje 2 zich beter kon aanpassen aan de klimatologische veranderingen. Het werd warmer. Dat leverde nieuw voedsel op. Het leverde nieuwe dieren op. En waarschijnlijk, we weten het niet helemaal 100% zeker, kon ons menstype zich daar beter aan aanpassen dan de Neandertaler. Alle twee moesten ze voedsel hebben. Wij hebben gewoon de Neandertaler uitgestorven. Probleem.
Het probleem is dat de jager-verzamelaars leefden in de prehistorie. Het schrift was nog niet uitgevonden. Er zijn dus in die periode geen schriftelijke bronnen. Nou, bronnen is hetzelfde als bewijs. Dus, we vinden wat. Bijvoorbeeld, Neandertalers zijn uitgestorven. Maar daar moeten we bronnen voor hebben, bewijs voor hebben. Nou, dat bewijs is natuurlijk heel erg lastig, want we hebben geen schriftelijke bronnen uit die tijd die even opschrijven of weergeven van en daarom gingen toen de Neandertalers dood. Dat hebben we niet. We moeten het afleiden uit allerlei vondsten. We hebben dus geen flauw idee wat deze mensen dachten. We hebben alleen vermoedens van wat ze dachten. Kijk bijvoorbeeld naar dit graf. Dit is een graf van een van onze voorouders, niet van een Neandertaler. En we zien in dit graf dat er potten zijn meegegeven. En we zien dat deze persoon bewust in een bepaalde houding is gelegd. Nou, mag je hiervan afleiden dat deze mensen zeer waarschijnlijk een religieuze bedoeling hadden hiermee. Maar let op, ik zeg zeer waarschijnlijk. Ik zeg nergens, we weten zeker dat. Want het staat niet opgeschreven. En je mag er gewoon van uitgaan eigenlijk wel dat het zo was. Maar de wetenschap zegt, we gaan ervan uit dat. Maar 100% zeker weten, doen we het niet. Opvallend is trouwens ook dat vaak deze lichamen en de knieën en de gezichten gedraaid zijn naar het oosten. Omdat daar de zon opkomt. En waarschijnlijk heeft daar ook de zon een rol gespeeld bij deze rituelen, bij deze begrafenisrituelen. Nou, zou het toch fijn zijn als ik direct terug zou kunnen komen. Nou goed. Gaan we door. Historie. Met historie, dan hebben we het over schrift. En zodra we het over schrift hebben, dan begint de historie. Met bronnen bedoelen we het bewijs. En zodra we de schriftelijke bronnen hebben, kunnen we onze uitspraken gaan bewijzen. Zeggen dat het klopt. Bijna zoals een rechercheur iemand een verdachte probeert te koppelen aan een moord of zo, of aan een misdrijf. Hè. Er zijn vingerafdrukken gevonden, camerabeelden, DNA-sporen. En op die manier wordt de zaak opgebouwd tegen de verdachte. Hè, het bewijs. Nou, geschiedenis, dat is wat we het aankomende jaar gaan leren, dat is gebaseerd op schrift. Op schrift. Nou, we gaan het nog hebben over het schrift, maar eerst even wat deze paragraaf ons leert. Nou, allereerst zijn er alleen maar cijfers en voorraadlijsten op de allereerste schriftelijke fondsen die we hebben. Pas wanneer taal wordt opgeschreven, dan begint de historie. En wanneer er staat bijvoorbeeld en koning Huppeldepup zei, of wanneer we schriftelijke getuigen vinden, schriftelijk bewijs vinden van een religie, zoals bijvoorbeeld het Gilgamesh-epos, gaan we het nog over hebben. Maar op het moment dat taal wordt opgeschreven, dan zeggen we echt, dan begint de historie, dan begint de geschiedenis. Dus nog niet eens echt bij die cijfers in die voorraadlijsten. Hè, want de eerste geschriften die we hebben gevonden, dat is niks anders dan in de schuur, staan 100 koeien, ik zeg maar even wat, of op de akker van boer Pietje staan 100 dadelbomen, dat soort geneuzel. Nou, dat is nog niet echt geschiedenis, pas als er staat. Koning Huppeldepup vaardigde deze wet uit, dan begint de historie. En dat gebeurt in Sumerië rond 3500 voor Christus. Nou, Sumerië, dat ligt in het gebied van het huidige Irak, een stukje Iran nog erbij, waar die scoutingclub van de ISIS boys vrolijk tekeer aan het gaan is. Kug. Maar goed, en op een onwaarschijnlijke manier onze geschiedenis daar aan het vernietigen is. Dat is echt walgelijk wat daar gebeurt, los van het menselijk leed. Maar goed, in die gebieden, daar vindt de ontdekking van dat schrift plaats. Gaan we het nog over hebben. Het tijdvak waar we het over hebben is de tijd van jagers en boeren. Daar hoort dit symbooltje bij. Het is een beetje een verwarrende naam, want eerst leefden er duizenden jaren lang alleen maar jagers. Daarna hebben jagers en boeren naast elkaar geleefd. En uiteindelijk heb je alleen maar boeren. Maar ook die boeren waren een zeer lange tijd afhankelijk van bijvoorbeeld de jacht.
En als er misoogsten zijn geweest, of dat, wanneer het vee stierf, om welke reden dan ook, dan gingen die boeren alweer vrij vlot weer terug tot jager verzamelen. Dus het is een beetje een verwarrende naam. Je had jagers, je hebt jagersboeren gehad, boeren die konden jagen, en uiteindelijk alleen maar boeren. Boeren hebben niet automatisch schrift. Het is niet zo dat bijvoorbeeld de hunebedbouwers, die stenen in Drenthe in elkaar hebben geknutseld, toen ze die graven hadden in elkaar geknutseld, is gedaan door boeren, maar het was helemaal niet zo dat die boeren ook konden schrijven. Bouwtekeningen maakten of zo, ik zeg maar eventjes wat. Nee. Daarnaast kunnen historie en prehistorie naast elkaar bestaan. Kijk even heel goed hiernaar. En je ziet hier bijvoorbeeld onze gebieden. Zo rond 60 voor Christus, de tijd dat de Romeinen bij ons komen. En terwijl de Romeinen, waarvan je hier steden en forten ziet, zo langs de Rijn. Terwijl er hier steden en forten waren. En dus daar konden de Romeinen lezen en schrijven. Hier, waar de Frisi en Tubanti en de Caninefaten et cetera woonden, die konden niet schrijven. Dus hoewel er al schrift was, is het niet een automatisme dat meteen iedereen kon lezen en schrijven. Integendeel. Goed, dus terwijl wij hier ongeletterd met een knuppel over de hei schokten, schreven de Romeinen bijvoorbeeld al gedichten. Dat wil niet zeggen dat wij in onze gebieden geen liedjes hadden of zo. Alleen, we hadden het niet opgeschreven, want dat konden we niet. De prehistorie eindigt in onze gebieden met de komst van de Romeinen in 58 voor Christus. Maar let wel, dat betekende niet dat iedereen meteen kon lezen en schrijven. Oké, en hiermee eindigt de presentatie. Heel veel succes. En mocht je vragen hebben, kom dan aan het eind van de les of tijdens de les even bij me langs of Twitter eventjes je vragen. Oké, dankjewel voor je aandacht.